In het kinderziekenhuis van Jette is de Appeltuin geopend. Dat is een speeltuin voor de patiëntjes van het ziekenhuis. Dan hebben ze toch ergens een plaats waar ze zich eens goed kunnen laten gaan. Maar hun mama kan daar bijvoorbeeld ook eens komen koken, zodat ze niet altijd ziekenhuiskost moeten eten. En hier kunnen wij komen eten, als je dat wil. Jannis en zijn mama krijgen een rondleiding in de Appeltuin. Het is allemaal wat overweldigend. Jannis heeft kanker en verblijft elke maand een week in het ziekenhuis, in een kleine kamer. De Appeltuin is een enorme verbetering. Nu kun je veel meer doen en met de Appeltuin erbij ga je aan de kinderen veel meer kunnen spelen. En ga veel meer kinderen leren kennen. Veerle Kozijns is kinderpsycholoog en de bezieler van het project. 10 jaar lang vecht ze al voor de Appeltuin, een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Ik voel mij vaak machteloos als psycholoog, omdat er zijn heel veel dingen waar ik niks kan aan doen en die ik niet kan beter maken. Ik kan het verdriet niet oplossen als een kind ziek is. Maar ik kan er wel proberen voor zorgen, of ik had alleszins in mijn gedachten, ik wil voor zorgen dat mensen ziek, kinderen ziek kunnen zijn in een ideale omgeving dan toch, dat ze niet daardoor nog bijkomend gestresseerd worden. 656 vierkante meter speelruimte. Kostprijs 11 miljoen euro. Allemaal bijeengezameld door schenkers en sponsors. Veerle hoopt en denkt dat met dit project de kinderen beter en sneller zullen genezen. Je ziet vaak eens ze thuis zijn dat ze heel snel herstellen. Gewoon omdat ze zich in een thuisomgeving, in een ruimte voelen waar ze op hun gemak zijn. Dus ik hoop door de Appeltuin zo'n huiselijke sfeer te creëren. En ik hoop dat ook daardoor kinderen zich hier wat thuis kunnen voelen en ook daardoor het herstel gaan bevorderen. En in de tuin staat een appelboom waar de kinderen hun wens kunnen ophangen. Voorlopig hangt er eentje van Jannis.